We willen niet in herhaling vallen, maar de VW Fun Cup Powered by Hankook is een familieaangelegenheid. En ik heb het geluk om bij twee broers te staan. Twee broers uit West-Vlaanderen die aan hun eerste wedstrijd toe zijn. Pierre, zeg maar eens, jullie hebben heel veel ervaring in de rallysport. Hoe komt dat hier van pas met een VW Fun Cup? Goed. Ja, het is een nieuwe leersel. Moeilijker dan ik dacht ook eigenlijk. Natuurlijk met de rally, ja, wel wat, vooral je freinage, je tractie voelen enzovoort. Maar op circuit is het dan weer helemaal andere lijn. Ook de tractie is anders om te zoeken. Maar ja, het is zeer aangenaam, ja. Plezant. Ja. Thomas, jullie zijn hier vrijdag aangekomen geloof ik. Waren jullie een beetje onder de indruk van het niveau en van de sfeer in de paddock ook? Ja, de sfeer is echt uitermate goed. Ik had het totaal niet verwacht. Heel veel volk. En heel competitief. Ik had het niet zo competitief verwacht. Om het zo gezegd een beetje een budgetkoers is, omdat dat het zijn van een Fun Cup. Maar het niveau ligt gigantisch hoog. Maar als je ziet op vrijdag dan de eerste 15 binnen dezelfde seconde draaien. En natuurlijk, ja, wij zijn helemaal van achter begonnen, omdat we niet zo goed wisten. We hadden nooit in die auto gezeten. Om maar een beetje af te staan en wat gewendwording en wat progressie kunnen maken gedurende het weekend. Ja, jullie hebben heel veel progressie geboekt. Vertel eens, waar zijn jullie begonnen? Waar staan jullie nu ongeveer? Ja, we hebben nog nooit op mijn tijd gereden om te beginnen ook. Dus de lijn enzovoort, alles is zoeken opnieuw. Vrijdag in de training was het geen zwakke tijd, maar ja, ik denk dat de seconde 4 zeker was heel van vrijdag tot vandaag. Dus ja, veel progressie gemaakt. Die progressie die gaan jullie toch ergens gebruiken, hoop ik. Komen jullie nog eens terug aan de VW Fun Cup? Ja, zeker. Zeker. We zullen zeer graag de 25 uur ook meemaken. Want dat is wel subliem. Dat heeft hij wel al een keer gedaan. Oké, bedankt Thomas, bedankt Pierre. Een nieuwe Vlaamse aanvulling trouwens in de VW Fun Cup Powered by Hankook. En laat ons hopen dat we nog veel mogen terugzien.